Dag burgemeester. Dag prins. Zo. Goedenavond allemaal. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ben van de Kaart. Ik ben ook een beetje van de kaart. En ik hou van dingen op de kaart zetten. Daarnaast, eigenlijk niemand weet dat nog. Ik ben buitengewoon afzonderlijk raadsheer der kandidaten. Zo buitengewoon afzonderlijk. Dat iedereen een beetje zit aan te kijken van wat... waar heb hij nou allemaal over? Wat doe ik zo meer? Ik hou de raad in de gaten. Ik let een beetje op of alles er netjes uitziet. Maar daar kom ik allemaal later wel op terug. Als allereerst wil ik mededelen dat voor Prins Valentijn het jaar best wel stressvol begon. Niet alleen omdat hij er spik en span en netjes uit wou zien. Ook omdat hij een van zijn belangrijkste attributes is verloren. Herman, bij deze, je snor. Je kan hem ophalen na het evenement achter de balie bij Van de Geest. Dan gaan we over naar het volgende topic. En dat is het koppel van het jaar. Ik kwam laatst een foto tegen op plek op Noordwijkerhout. Hij is een beetje klein, maar ik ga wel uitleggen wat erop staat. Dat is burgemeester Goedhart, die een mooie tros met hartjesblonden krijgt. Van onze prins Valentijn. Wat moeten we nou toch allemaal met jou? Als allereerst naast jou heb je prinses Bakara. Ik moet zeggen dat ik ontzettend fan van jou ben. En vooral als ik 's morgens wakker word en ik hoor jou, vind ik het geweldig. Yes sir, I can boogie, but I need a certain song. Nou ja. Om even terug te komen op de orde van de dag. Op de foto zie je natuurlijk de tros ballonnen. En laten we eerlijk zijn, meneer Valentijn. Ik snap het eigenlijk allemaal ook wel een beetje. Je bent namelijk wel een knappe vent. Maar toch terug te komen, hè, dat vond ik dus het mooie van alles. Ik heb namelijk op tv gezien dat pastoor Goemans het... had over homoseksualiteit in de Jozefkerk. Binnen de katholieke kerk. Nou ja, hè, zoals we gezien hebben is... het is bij ons in het dorp allemaal... helemaal, ja, het kan allemaal gewoon. Hartstikke goed. Dus een beetje gay, dat is oké. Okay. En als je dus niet kan kiezen tussen je prinses of de burgemeester... heb ik er nog eentje. En dat is een beetje bi, dat is niet bang. Dus natuurlijk, ik probeer alles een beetje te regelen. Ik heb speciaal voor jullie geregeld dat jullie bij de carnavalsmis in de Jozefkerk gewoon lekker naast elkaar kunnen zitten. Dan ga ik door naar het volgende topic. De top 50 beïnvloedrijke bollenstrekers van het jaar. Allereerst alle Noordwijkerhouders gefeliciteerd die erin staan. Helaas voor onze Gidi Vogels, je zat er net niet tussen. Nou ja, hè, je moet altijd maar het positieve inzien, dus hopelijk volgend jaar geen vogelgriep. Nou ja, dan gaan we door. We gaan door naar het volgende topic. Vond ik eigenlijk wel een heel interessant topic. En dat is het kunstwerk op de Rotonde Leeuwhorst, de Rode Zon. Het verhaal achter dat kunstwerk, dat vind ik nog het allermooiste. Dat is namelijk, het is een prachtig ding om te zien. En wat is nou de bedoeling? Als je er omheen loopt en je bekijkt hem vanuit verschillende invalshoeken, dan moet hij je fantasie gaan prikken. Dus ik denk, nou weet je wat, doe eens gek, ik ga gewoon kijken. Dus ik begon te kijken en ik zag al in de krant een grapje van de burgemeester.
dat ding bijna een registratie in het Guinness Book of Records waard is. Nou, ik denk, nou, dat gaan we gewoon zien. Dus ik ga daar staan en ik kijk naar dat ding. En eigenlijk het enige wat ik zie is een grote paal met twee jetsers van een bal in de raam. Dus ik denk bij mezelf, nou, ik zal wel in mijn stoute invalshoekje staan, maar hij liet mijn fantasie zeker wel prikkelen. Nou, wat dus het mooie van alles is, is omdat het ook het grootste kunstwerk ter wereld is, omdat er in Japan, in Hirado om precies te zijn, nog eentje staat. En die paal, die loopt dan zo door, en die komt daar dan ook weer uit met zo'nzelfde ding, maar dan in de blauw. Maar is verder niet belangrijk. Maar wat dus wel belangrijk is, hij is weggehaald. Dat hebben jullie allemaal wel meegekregen. En ik heb uitgezocht waarom. Wat dus het grote probleem was, is dat dit, dat ging dus door de aarde heen. En dat kwam precies uit in de badkuip van de burgemeester van Hirado. Dus als die man in bad zat, had hij een gigantische paal met twee van die jetsers tussen zijn benen. Meneer Goedhart, je maakte wel een grapje over dat Guinness Book of Records, maar eigenlijk had je gelijk. Want de burgemeester van Hirado is zojuist geregistreerd in het Guinness Book of Records als Japanner met de grootste paal tussen zijn benen. Ja, dat is natuurlijk mooi, hè? En dat is natuurlijk allemaal te danken aan de kunstzinnige creativiteit van Noordwijk eruit. Dan ga ik over naar het volgende. En dat zijn de gezocht advertenties in het nieuwe jaar. Ook dit nieuwe jaar zijn ze er weer natuurlijk. Altijd wel een beetje jammer. Maar ik ga jullie even inleiden. Weten jullie waarom de Raad van Elf de Raad van Elf heet? Iemand? Nou, ik weet het even niet. Om verder te gaan. Ik heb namelijk connecties met de kerstman. Dan denk je bij jezelf, ja, wat doe je nou stom? Maar ik ga het uitleggen. Want de kerstman heeft mij namelijk ingeschakeld en die is 11 van zijn raad van de elfjes kwijt. Hoe kan je ze herkennen? Nou, ze dragen allemaal zo'n puntmuts. En ze houden wel van een biertje, dus je moet eigenlijk zoeken bij de bar. En dan heb je er eentje met een zwarte, die vindt het leuk om door iedereen het liefst op een podium er doorheen te tetteren. En dan heb je er nog één en dat is eigenlijk de allerlelijkste van allemaal. En die staat dan met zo'n grote stok te jassen op het podium. Als je ze gezien hebt, neem even contact op met mij. Morgen staat er een vliegtuig klaar. Dan kennen ze direct terug naar de Noord. Dan ga ik door naar het volgende. En dat is de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Ik wil graag aan iedereen mededelen dat er dit jaar geen grote, hele grote incidenten zijn gebeurd. En ook geen gewonden zijn gevallen. En dat vind ik sowieso wel een applausje waard met z'n allen. Maar dat er een bestelwagen met een brandende kerstboom over de Victoriaberg race. Ja, dat kunnen we achterwege laten. Dat schijnt hier gewoon heel normaal te zijn. Dus we gingen in ieder geval vlammend het jaar in. En dat vind ik hartstikke goed. Dan ga ik verder. Zo heeft namelijk de burgemeester 9 jaar geleden bij zijn eerste toespraak gezegd dat zijn burgemeesterschap voelde, wacht even hoor, moet even kijken, voelde als zijnde buschauffeur of treinmachinist zijn van de gemeente. Hun zeiden waar hij heen moest en hij zal ze leiden. Nou, en zo heeft hij eindelijk 9 jaar geleden, of dus in deze toespraak in de gaten gehad dat hij dus burgemeester is. Top man. dan gaan we natuurlijk ook nog wel wat dingetjes uitleggen. Want zo wil ik ook graag vertellen dat die ketting om je nek, dat dat geen conducteursfluiten is, maar een opsteken. Dan gaan we door. Oh, kijk, nou, we hebben nog tijd, dus dat scheelt. De zomercarnaval in Noordwijkerhout. Wat vind ik dit leuk? He, 2 keer carnaval vieren. Fantastisch. Maar zomercarnaval is natuurlijk een heel ander soort carnaval. Het is meer lekker swingen, weet je wel, op de samba. En ik heb eigenlijk geen idee hoe we dit gaan aanpakken in het Bourgondische carnavalsdorp. Maar ik ga wel laten zien wat er eigenlijk allemaal wel een beetje mag veranderen. Binnen onze manier van carnaval in de zomer.
Als allereerst wil ik beginnen over het opkomen op het podium van de Carnivaten. Dan begint de muziek en dan komen ze aanlopen, weet je wel, allemaal achter elkaar. Ze zijn nog allemaal bezig. En dan staan ze erbij te klappen. En dan heb je ook nog van die enthousiastelingen die doen de handje klap, weet je wel. Nou, en dan mogen we verder ook wel heel erg blij zijn als ze allemaal op het podium staan. Want het komt er namens nog wel eens, komt nog wel eens voor dat er eentje verdwaald is. Die kan namelijk de weg van de Barney naar het podium terug. Als het aan mij ligt, mag het allemaal wat kleuriger in swingen. Zo ben ik ook bezig met een nieuw soort prototype carnavalsteek. Voor de zomercarnaval, speciaal voor de Carnivaten. En die ga ik vanavond even aan jullie laten zien. Even bak hoor. Momentje. Ik hoop dat jullie mooi vinden. En dan heb ik ook wat aanpassingen gedaan. Ja, misschien dat ik wel mensen hiermee raak. Aan het Noordwijkerhoutse Volkslied. En ja, het mag allemaal wat swingender, dus als je mee wilt doen, zou ik dat fantastisch vinden. Maar ik ga het even voor jullie demonstreren. Momentje. Ja, die moet ik hebben. Mag ik aan de top trouwens? Is dat goed? Ja. Ja, mag dat? Top. Dan wil ik graag vragen om de muziek. Zo zijn de dagen en ons schoon is het slag, van Noordwijk je houden bloem van de slag. Zo zijn de velden, dat maakt mij zo blij. Het is hier nog maar een hele kleine woud, waar de mensen even zijn oprecht door zee. Daar wil ik altijd wakker bij werken breed. Zo zijn de dagen en ons schoon is het slag, Noordwijk je houden bloem van de slag. Zo zijn de velden, dat maakt zo blij. Het is hier nog maar een hele hemel. Wat heb je nog? Met je winterkerkje en je carnaval. Oh, sorry hoor. Daar wil ik altijd van je door het lijken houden. Nou, hè. Kijk eens hoe goed staat. Een beetje staan maar. Nou, zo, je ziet ja, dat het lampje is branden, dus ik ben klaar. Fijne avond. Zo, wat een debuut, hè.